geschokt als Pim Fortuyn in 2002 wordt doodgeschoten door een dierenactivist vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. In 2004 wordt filmmaker Theo van Gogh op straat in Amsterdam vermoord door een moslimfundamentalist. Politicus Ayaan Hirsi Ali ontvangt doodsbedreigingen. In februari 2016 plegen 5 mannen een aanslag met molotovcocktails op een moskee vol bezoekers in Enschede. Er vallen geen gewonden. Volgens de rechter is het een terreurdaad van extreem rechts. In augustus 2018 vindt een terroristische aanslag plaats op het Centraal Station van Amsterdam. Een 19-jarige geradicaliseerde Afghaan verwondt 2 Amerikaanse toeristen met een mes. Ze raken zwaar gewond. En vanmorgen schiet een man om 11:15 in een tram in Utrecht meerdere mensen neer. Er vallen doden en gewonden. Volgens de burgemeester is er mogelijk sprake van een terroristisch motief. Het dreigingsniveau wordt verhoogd naar het hoogste niveau 5 in de provincie Utrecht. Nou, meneer Schuurman, terreurdeskundige, wat is eigenlijk het risico op een aanslag in Nederland? Nou, die is natuurlijk heel erg reëel, zoals we ook zien in deze beelden zojuist, of afgelopen jaar hebben we gezien, inderdaad in Amsterdam, in Den Haag mogelijk. Er was ook wat speculatie over de precieze toedracht, was het nou terrorisme of niet. Maar ik denk dat niemand in die zin verbaasd hoeft te zijn, ook natuurlijk als we naar omringende landen kijken, waar dit al helaas veel vaker is voorgekomen. Ja, hoe hebt u gekeken naar hoe dat gegaan is met het dreigingsniveau vandaag? Het is in ieder geval in Utrecht naar 5 gegaan, het allerhoogste niveau. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Voor mij is het niet eerder gebeurd dat het hoogste dreigingsniveau is gehanteerd. Het is volgens mij vooral ook een communicatief middel, hè, om aan te geven dat het een heel serieuze situatie is die ook zodanig wordt behandeld. Het is ook vaak aan een geografische context, nu de provincie Utrecht, en een tijdsbestek gekoppeld. Het is nu verlengd tot, ik meen vanavond, 10 uur. Nou, als de dader inderdaad gepakt is, is de kans ook groot dat...